Tijdens de recente live-uitzending van de talkshow van Rosmale en Groenteman... kreeg Natacha Harlequin volgens mediajournalist Mark Koster... een schandalige behandeling van presentator Gijs Groenteman. Koster brandmerkt het voorval als een uiting van snobisme en mediamagismo... waarbij de presentatoren van het BNNVARA-programma... blijkbaar vasthielden aan deze vermeende arrogantie. Natacha Harlequin, opkomend als een bekende persoonlijkheid... na haar betrokkenheid bij de veelbesproken racisme-special van ZES... Heeft haar weggevonden naar verschillende media, waaronder haar rol als deskundige bij Show News. Echter, tijdens haar verschijning in Van Roosmale en Groenteman nam de sfeer een onaangename wending. Gijs Groenteman opende het gesprek direct met een opmerking over haar betrokkenheid bij Show News bij SBS 6, waarbij hij haar vroeg of het niet eens tijd was om daarmee te stoppen. Natacha reageerde assertief en liet weten dat ze haar contract had verlengd. Gijs leek het echter fout te vinden en vroeg zich af of ze niet ver bovenuit torende. De sfeer verslechterde toen Gijs duidelijk liet blijken neer te kijken op shownieuws, en Natacha beschuldigde van arrogantie. Ze weerde zich door te stellen dat ze zowel waardigheid als zelfvertrouwen bezit, net als andere mensen. Gijs bleef echter doorgaan met zijn negatieve houding en vroeg haar of ze nooit dacht: waar ben ik in beland? Mark Koster uitte dus zijn afkeuring over het gedrag van Gijs in zijn column in de Telegraaf, waarbij hij het beschreef als ongepast. De presentatoren van het programma werden beschuldigd van vasthouden aan snobisme en mediamagismo. Koster benadrukte dat Gijs zelfs de bevalling van Harlequin ridiculiseerde, wat volgens hem de grens van fatsoen overschreed. De kritiek op Gijs Groentemans gedrag lijkt te suggereren dat er weinig respect was voor Natacha Harlequin en haar rol bij Shownieuws. Mark Koster hint zelfs op een advies om afstand te nemen van het programma. MediaCourant vraagt zich af wat de verdere gevolgen zullen zijn en laat de vraag open over de toekomst van dit opmerkelijke incident.